No. De kamer is verkeerd. Het is vandaag maandag 22 juli. En dat houdt in dat mijn kleine mannetje alweer 7 maanden is. Ja, het gaat echt veel te snel. Hij ligt nu lekker in zijn box te spelen. En ik kan gewoon niet geloven. Dat hij alweer 7 maanden is. Hi. Noem maar. Ga maar zwemmen, oma. Hallo dan. Lili. Lili. Pieker. Pieker, kijk eens. Hallo. Kijk, hoe is het ei? Oh, dat mag niet. Wel? Kijk, een bal. Hey, wat nou een lustigje. Zeg maar hi tegen papa. Goedemorgen, mijn haar zit nergens naast ik al. Het is vandaag woensdag. Ik zou eigenlijk naar de film gaan met Soraya, maar dat gaan we volgende week doen. Want er wil nog iemand mee. En nou, die kan blijkbaar vandaag niet. Nou, niet erg. Gaan we volgende week wel. Ike ligt in bed. Poging tot, want hij is alleen maar aan het spelen, zie ik al wel. En is dit wat succes vandaag. Het is volgens mij al 30 graden of zo. Het is nog maar 10:30, 11:30. Dus het is echt heel warm. Hier binnen is het op zich lekker. Nou, lekker. Het is warm, maar het is nog niet dat je denkt van oh, ik ga dood van de hitte. En ik ga even ontbijten, want ik heb honger. En straks ga ik met de kleine naar mijn vader toe. Want die heeft een zwembad op staan. En nou ja, het wordt vandaag 37 graden, dus ik ga gewoon niet thuis zitten. Ik ga hier wat opruimen, zodat ik het een beetje netjes achterlaat. Maar ik denk dat ik deze dagen het minimale aan huishouden ga doen. Of nou ja, het minimale mogelijk, zeg maar. Zodat mijn huis nog wel een... Nou ja, een bewoonbaar huisje is. Oké, ik heb ontbeten. Ik zei toch dat om 10:30, 11:30 zei ik dat het 28 graden was. En het is warm, bla bla bla. Nou kijk ik, we zijn 40 minuten verder. En het is alweer 32 graden. Gewoon 4 graden gestegen in 40 minuten. Hou op met me. Dat kan toch niet? Is echt niet meer leuk. Ik zei nog, het is hier op zich wel lekker. Nee, niet meer. Het is, begint hier echt wel benauwd te worden. Ik doe niks en ik zweet. En ja, dat is echt dikke ruk. Dus ja. Ik ga kijken of ik nog iets in huis kan doen. Ja, want ik denk dat ik pas echt tegen 1 uur naar mijn ouders ga. En niet eerder. Dus ja. En ik ga vanavond naar The Lion King. Al moet ik zeggen dat ik vroeger The Lion King niet zo leuk vond. De tekenfilm dan. Nu kan ik het meer waarderen. Ik heb het ook met de kleine gekeken een tijdje terug. Dus ik vind het wel leuk. Hier is om naar die plant te kijken. Wat vertel jij? Ik heb Nemo! Waarom schop je nou tegen die camera?
Wat blaas je op? De bovenkant. Hm? Dat heeft ook een magazijn. Nee! Boe! Ike! Wat doe jij? Ben je aan het zwemmen? Dag. Wacht. Weer hem even. Nee, dit wordt hem niet. Ik wilde hem neerzetten, maar dat werd hem niet. Ik ga nu naar mijn schoonouders met de auto. En kijk. Hasta mañana. Oh, nou is hij weer wakker. Hij is wel wakker. Even douchen. Open hoor. Zeg ik het. Ik hadden dat Sammy de bal ging. Dat ging langs iedereen even laten zien hoe trots hij was. S'morgens is ritueel. Daar gaat helemaal zaterdags, hè. Dus daar gaat de slaapkamerdeur open. Eerst komt hij mee voet en dan staat de slaapkamerdeur en dan staat de woonkamerdeur ook open. Dan begint hij al vanaf 5 uur. Dan komt hij al bij, dan komt hij al water bij. Ik heb het gewoon naast mijn bed zitten. Nou, loopt hij in de weer. En om 6:30 uur vindt hij het eigenlijk wel tijd. En dan komt hij weer en dan komt hij zijn kinderen brengen. Hij vindt. Waar gaan we vandaag slapen? Bij overgrootoma. Blijf jij even hier, vriend. Hier is hij. Hier laat hij. Waarom zeg je niks? Wat moet ik zeggen dan? Hij is zo cringy. Ik ben helemaal niet crunchy. Ik weet alleen niet wat ik moet zeggen. Wat wil je dat ik zeg? Gewoon. Kijk jongens, ik heb een relatie. Stil op je ding, hè. Ja, papa, ja, papa, mira, kijk je wel. Kijk, daar niet, hè. Hola, guapo. Ja, ik heb zo. Amado, mira. La mano, te hebben zo, ¿Qué pasa, Iker? Ben net bij mijn moeder geweest en ik wacht nu in de auto op Floris. Ik gebruik voor het eerst mijn achtercamera, want nou ja, daar heb ik dus een flits en. Het is nogal donker in de auto. Ik had trouwens ook de lamp aan kunnen doen. Lekker, maar niet uit. En nu wacht ik even op Floris, want die is even wat spullen pakken. Een jas en zo. En hij is terug, dus we gaan nu naar opa. En daar gaan we slapen. Heb je alles? Ik vroeg, heb je alles? Ja. Oké, nou, daar gaan we. Hoi, het is vandaag donderdag. Ik ga nu echt... Oké, poging 2, mijn moeder belde me. Ja, we zijn bezig met het zoeken van een beer. Voor Iker. Kijk, het is Nino de beer. Maar deze Nino heb ik gekregen. Tweedehands daar niet van hoor. Dus het is niet erg. Maar Nino doet het niet meer. Er moet een USB-kabel in. Dan moet je hem connecten. En dan kun je de beer aangeven wat voor naam jouw kind heeft. Zodat de beer zijn naam kent. Nou, dat vond ik erg leuk. Dus na een heel gedoe om een kabel te vinden. Is het me gelukt. Geconnect. Nou, hij kende de naam van Iker. Als zei hij wel Iker. Iker,
wel, het schreef, je schreef het wel hetzelfde, maar de uitspraak was gewoon niet hetzelfde. Nou ja, op zich niet heel erg, want dat gaat denk ik sowieso wel gebeuren hier in Nederland. Ik denk niet dat heel veel mensen hem Iker gaan noemen. Dus nou ja, dan maakt het ook niet heel veel uit als die beer dat ook niet doet. Maar toen gingen wij dus slapen in Alkmaar bij de zus van Floris. En de volgende ochtend deed de beer het niet meer. Nou ja, die beer kun je dus nergens meer kopen. Het is overal gezocht. Nou hebben we eindelijk één gevonden. Nou, die persoon reageert nog niet. Het is al wel dat we een prijs hebben afgesproken. Nou, ik denk dat die vrouw, volgens mij is de vrouw, dat die gewoon aan het werken is. Ook niet erg natuurlijk. Maar ja, dat duurt lang. En mijn moeder belde daarover, omdat ik dus vroeg of ze al meer wist. Het is 5:05. Vanavond heb ik een verjaardag van mijn opa. Want die is vandaag 75 geworden. Jee, opa. En ik ga nu Iker uit bed halen, want hij moet fruit eten. Super dom. Ik ben trouwens opgemaakt, want ik heb een verjaardag. Oh, ik zie er niet uit. Het is vrijdag nu. Ik heb mijn gezicht gecontoured. Nou, dit is echt... De highlight is echt een streep. Van je welste. Nee, whatever. Ik ga me nu aankleden, want ik ga boodschappen doen.